Hallo, welkom bij 123 e-learning. En vandaag bekijk ik even samen met jullie een probleem die ik heb met batterijtjes. Namelijk de batterijen die durven nog wel eens verschillen wanneer we die in verschillende toestellen steken. Nu, ik steek hier drie batterijen. Ik heb ze hier liggen, drie batterijen. Ik heb hier AA-batterijen, dat zijn de AA-batterijen. AA-batterijen hebben een bepaald formaat. Je hebt ook de AAA, die is ietsje kleiner. Goed. Maar ik heb het hier over de AA-batterij. En als we kijken, die zijn exact even groot. Een van de problemen die ik heb, is dat de ene batterij langer werkt dan de andere batterij. Dus dat mijn toestelletje langer blijft werken met de ene batterij en minder lang werkt met de andere batterij. Nu, aan de afmeting is dit duidelijk niet gelegen. De spanning is ook dezelfde. De spanning is 1,5 volt. Dus gaan we eventjes de andere kant uit. We gaan kijken met een oude brievenmeter. Ja, ik heb hier nog een oude brievenmeter liggen. Voilà. Als de afmetingen dan toch dezelfde zijn, dan kijken we nu even naar het gewicht van de batterijen. En we nemen de batterij die het langste meegaat. En de batterij die het langste meegaat is deze batterij. En deze batterij die weegt 30 gram. Als we nu kijken naar de volgende batterij. Dat is de batterij die gemiddeld meegaat. Die weegt iets minder dan 30 gram. En als we kijken naar de lichtste batterij. De lichtste batterij. Inderdaad, geeft maar 15 gram. Er zit een verschillend gewicht, maar dat is zeker niet in verhouding tot de hoeveelheid tijd dat de batterij sneller plat geraakt of niet. Dus daaraan is het zeker al niet gelegen. Dus als je batterijen koopt, dan moet je namelijk kijken naar wat er op deze batterij staat. Als wij kijken naar de batterij, die bijvoorbeeld het meeste energie opleverde, en dat gaat hem hier over deze batterij, dan zie je hier, ik weet dat het waarschijnlijk niet heel scherp is, maar dan staat hier 2450 mA. Bij de andere batterijen is het iets duidelijker. Bij de andere batterijen staan er in grotere letters op, 2200 mA. Oftewel, bij deze batterijen hier 2000 mA. Aha, dus er is duidelijk wel een verschil in deze batterijen. En dat klopt ook, want de prijs verschilt ook van die batterijen. Dus blijkbaar slaagt men erin om in de ene batterij meer elektriciteit te pompen dan in de andere batterij. En het zit hem inderdaad in die cijfertjes. Want in die cijfers kan je vaststellen dat men daar spreekt over milliampère uur. Nu, we hebben intussen al milli gezien. We weten dat dat een duizendste is. Dus dat weten we intussen al. En we weten dat het hier gaat over ampère, stroom. En men spreekt ook over een tijd uren. En daar komen we nu uiteindelijk terecht bij meneer Faraday, die vroeger uitgevonden heeft hoe dat we kunnen gaan bepalen hoeveel elektriciteit er in zo'n batterijtje kan. En de hoeveelheid elektriciteit, dat heeft hij uitgedrukt in coulomb, oftewel ampère seconde. En je voelt het al aankomen, als men hier zet 2200 milliampère uur, dan vinden we daar al een tijdseenheid terug en we vinden ook de stroom terug, hier uitgedrukt in milliampère. Wat zei meneer Faraday? Wel, meneer Faraday zei dus, we hebben een hoeveelheid elektriciteit. Daar gaan we een eenheid aan koppelen en dat is coulomb, oftewel ampère seconde. En in een formule draagt die de letter Q. En ik weet, die letters zijn moeilijk te onthouden, maar Q staat hier voor kwantiteit, hoeveelheid. Dus kwantiteit is hoeveelheid. Gezien dat we aan de hand van het gewicht niet konden weten of dat een batterij nu eigenlijk wel beter of slechter was,
Gezien dat we ook blijkbaar niet aan de grootte van de batterij of de afmeting van de batterij kunnen weten of dat die beter of slechter is of meer elektriciteit kan laden, dan zullen we dus een ander trucje moeten toepassen. En het andere trucje zet hem namelijk in die milliampère-uur, dus 2200 milliampère-uur. Oftewel, als jullie opgelet hebben in de les over omzetten van eenheden, is dat 2,2 ampère-uur. Niet milliampère-uur, 2,2 ampère-uur. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat deze batterij in staat zou zijn om 2,2 ampère gedurende 1 uur vol te houden. Dit is wat deze batterij kan. Als dat gaat over een half uur, dan zou je eigenlijk dubbel zoveel stroom kunnen leveren. Dus zo werkt het. Het is een evenwicht tussen hoeveelheid stroom en hoeveelheid tijd. 2,2 ampère kan hij leveren gedurende een uur. Of hij kan 4,4 ampère leveren gedurende een half uur. Dus dan is het twee keer zoveel stroom, maar de helft hoeveelheid tijd die eraan vasthangt. Je ziet dat wij vaak werken met uur, dus niet met seconde. Daarvoor is inderdaad de eenheid coulomb of ampère seconde een beetje onhandig, maar daar kon meneer Faraday nu ook niet aan doen, want die werkte met hele kleine hoeveelheden elektriciteit. Dus wij werken heel vaak met ampère uur. Als je kijkt naar de grote dikke accu die in uw wagen zit, dan zal je ook daar zien dat men bijvoorbeeld spreekt over 150 of 180 ampère uur. Dat is inderdaad correct. 180 ampère gedurende een uur. En zo zijn we uitgekomen op dus de wet van Faraday, die bepaalt hoe dat wij een hoeveelheid elektriciteit kunnen breken. Want wij kunnen de afmetingen niet in rekening brengen. De drie batterijken zijn alle drie dezelfde afmeting. Het gewicht is blijkbaar ook niet echt bepalend. Dus hebben wij maar twee zaken, twee factoren die wij in rekening kunnen brengen. Dat is de hoeveelheid tijd dat deze batterij stroom zal kunnen leveren. En ook de hoeveelheid stroom hij gedurende deze tijd zal kunnen leveren. Hoe meer stroom, hoe korter de tijd. Hoe minder stroom, hoe langer deze batterij meegaat. En hierdoor komen we uiteindelijk aan de formule van de wet van Faraday terecht. Q is gelijk aan I maal T. Oftewel, kwantiteit is gelijk aan stroomsterkte maal tijd. De symbolen die zijn van de hoeveelheid elektriciteit is het symbool de Q. De eenheid is coulomb of ampère seconde. De stroomsterkte wordt uitgedrukt in de letter I wanneer dat we spreken over de formule. Maal de I is dus de hoeveelheid ampère en met uiteindelijk de A, letter A als ampère. En de tijd wordt uitgedrukt in seconden, dus de letter T. De eenheid is seconde en de kleine s als symbool voor de eenheid. We kunnen die formules ook natuurlijk omzetten. I is in dit geval Q gedeeld door T. Oftewel, T is gelijk aan Q gedeeld door I. Veel succes!